Meneer Van Zeumeren, van harte gefeliciteerd met 50 jaar FC Utrecht. Wat is het eerste wat bij u naar boven komt? Nou, dat het fantastisch is dat wij dit mogen meemaken. Het leuke is ook dat wij met Ajax, Feyenoord en PSV en FC Utrecht de enige club zijn die nooit gedegradeerd zijn in die 50 jaar. Dus dat is eigenlijk nog niet genoemd. Nee. Dus bij deze, daar ben ik ook wel trots op. En dat we toch langzamerhand in de subtop beland zijn de laatste 4-5 jaar. Dus dat we stappen aan het maken zijn. En daar ben ik ontzettend trots en blij mee. Wat is voor u het grootste hoogtepunt van FC Utrecht in de historie? Het grootste hoogtepunt gedurende die 50 jaar? Ja. Voor mij persoonlijk? Ja. Of voor de club? Nou, voor u persoonlijk, laten we daarmee beginnen. Ja, nou dat is... Voor mij is dat het winnen van de beker natuurlijk. Mm-hmm. Hè, een paar keer. Zozeer niet de eerste keer, want het is tegen Helmond Sport. Maar wel de tweede en derde keer. Dieptepunt natuurlijk de goal van Wambetta in de verlenging. Die ongeveer meter of vier buitenspel stond. Maar wat die grensrechter niet gezien heb. Dus dat was een van de meest pijnlijke momenten. Maar we hebben ook wel hele mooie wedstrijden gehad natuurlijk. Tegen Napoli. Tegen Liverpool. En ook de wedstrijd thuis tegen Celtic. De wedstrijd uit tegen Zenit Sint-Petersburg. Ook thuis. Dat waren wel de hoogtepunten. En in de competitie vond ik de 6-4 tegen Ajax hier thuis. Uitstekend keepende Vermeer, weet ik nog. Ja, vond ik geweldig. En afgelopen de halve finale hier vond ik ook geweldig tegen Ajax. Die wonnen met 2-0. Dan die wedstrijd tegen AZ vond ik geweldig. We hadden uit met drie halve finale beker ook 3-0 verloren. En uiteindelijk winnen we hier met 3-0 plus penalties. Ja. Dus dat waren wel hoogtepunten, die wedstrijd, ja. Een hoop hoogtepunten. U noemde net zelf ook al een dieptepunt. Tijdens de uitzending was er net een persoonlijke videoboodschap van Mia Nesu. Ik kon zien dat u zelf ook echt nog persoonlijk een beetje aangedaan werd daardoor. Hè? Ja, dat is... Kijk... Ik heb Nesu natuurlijk daarna een beetje gevolgd en ik heb gewoon contact een beetje met hem gehouden. En hij heeft heel diep gezeten. Echt heel diep gezeten. En is hij gelukkig bovenop gekomen. En daarom doet het me ontzettend veel goed dat hij daar toch in geslaagd is om zijn weg weer te vinden ondanks zijn handicap. En dat is ook heel erg emotioneel, ja. Ja. Dan het mooie nieuws van vandaag, een nieuwe hoofdsponsor en een nieuwe sponsor op het shirt. Nadat eerder al Nike bekend werd als shirtsponsor van FC Utrecht. Hoe belangrijk is het dat er een nieuwe hoofdsponsor is gekomen? Nou, ik vind T-Mobile een geweldige nieuwe hoofdsponsor. Qua naam, ook de ambitie die ze uitgesproken hebben, die ze als bedrijf hebben. Dezelfde ambitie die wij als club hebben. En dat is eigenlijk dat heeft ons echt verbonden. Dezelfde manier van communiceren in het bedrijf, zoals wij dat graag willen. Maar ook bij T-Mobile. Dus ik denk dat het uitstekend past bij ons. En ik ben er ontzettend trots op dat zij een club als Utrecht als club uitgekozen hebben om hoofdsponsor te worden. Wat kunnen de fans verwachten komend seizoen? Veel. Kunt u iets uit de doeken doen? Nou ja, veel in zoverre van ja, wij gaan... Wij gaan proberen die top 3 aan te vallen. We gaan daadwerkelijk proberen hier een mooie avond te maken. Ons 50 jaar FC Utrecht moet een mooie avond worden. Gerano Kerk won vandaag de Di Tommaso Award. Wat u betreft een terechte keuze? Nee, ik had hem zelf ook ingevuld. Ja, precies. Ja, nee, ik ben een grote Kerk-fan. Tot slot, het Europees voetbal dit jaar, dat gaat niet gebeuren. Maar die bekerfinale, Hans Krij zei het net ook al even tijdens de uitzending. Dat zou op zich nog best kunnen, zou je denken. Ja, heeft u nog hoop daarop? Of? Ik weet het niet. Iedereen zegt dat het kan. In heel Europa kan het. Maar schijnbaar zijn de geesten in Zeist er niet rijp voor.
Ja, want er wordt overal weer gevoetbald, behalve in Nederland, zeg maar. Ja, overal wordt de bekerfinale gespeeld. Want zou het een mogelijkheid zijn om bijvoorbeeld in de voorbereiding een wedstrijd te spelen tegen Feyenoord, die dan als een soort van bekerfinale door zou kunnen? Of? Nou ja, dat hebben we voorgesteld. Laten we dan een bekerwinnaar. En of dat dan volgend jaar gespeeld wordt, ja, met publiek. Maar dat er in ieder geval een bekerwinnaar is. Ja. En een beker uitgereikt wordt. Maar zelfs daar wil de KNVB niet aan meewerken. Ik voel dat uw bloed nog een beetje kookt van binnen. Ja, het kookt verschrikkelijk. Ja, ja, okay. Ja. Goed, nou laten we daar dan over ophouden. Ik heb ook in dit 50-jarig jubileumboek heb ik een redelijk kritisch voorwoord geschreven.